Hey toppers! Welkom bij achterkijkbare dingen tijdens de zwemles! Yeah. Wij zijn weer in de diepe gesprongen om weer een leuke video voor jullie te maken. Snap je? Ja, we snappen het. En weet je wat nog meer diepzinnig is? Nou? Onze merch! Want de Japanse letters die op onze merch staan betekenen namelijk lachen is gezond! Dat heb je goed bedankt, Nick! Dankjewel, Aldo. En wil jij nou ook dit coole shirt hebben? Check dan nu aldonick.com. En wij geven 3 van deze geweldige shirts weg. Het enige wat jij hoeft te doen is je maat achterlaten en vertel ons welk shirt jij wilt hebben. Dan gaan we nu door naar de video. Veel kijkplezier! Hoi! Zo, ben je klaar voor jongen? Vanaf vandaag gaat het echt starten. Ik weet het niet zo goed hoor, pap. Ik vind het best wel eng. Ja, pas maar op hoor. Ze hebben natuurlijk haaien in het water. Echt waar? Nee, tuurlijk niet jongen. Wat denk je nou? Daar staat er anders wel een. Die zit dan niet in het water, hè? Hallo, Toon. Hey, Toninho. Ik was al bang dat jullie niet meer kwamen. Tuurlijk, Toontje. Ik wil graag leren zwemmen. Want dan kan ik namelijk onder water insecten vangen. Voor mijn aquarium. En het is sowieso ook goed om te leren wanneer van een vliegtuig het water invalt. Ben je dan niet gewoon dood? Waarschijnlijk wel. Maar als je nog leeft, kan je in ieder geval zwemmen. Ja. Dat kan inderdaad. Hey Sjaak, ben je klaar voor? Uiteraard Ruud. Laten we maar hopen dat die kinderen snel volwassen worden. Dan kunnen wij weer bier drinken. We lachen jullie om, opie. Oh hey, Duke jongen. Leuk dat je er ook bent. Duke, waarom ben jij hier? Heb jij niet al lang je zwemdiploma? Ja, je bent 2 jaar ouder dan ons. Zwemmen is gewoon een beetje hetzelfde als school, man. Het is gewoon heel moeilijk, snap je? Ik ben ook al 4 keer gezakt. Kan je voor zwemmen zakken dan? Je kan je diploma in ieder geval niet halen. Dat is een beetje hetzelfde. Boeien, ik kan gewoon lekker met jullie zwemmen. Maar kan je nu nog steeds niet zwemmen? Sowieso, man, neef. Ik zwem allemaal rondjes om jullie heen zometeen. Oké, nou daar ben ik wel benieuwd naar. Hey jongens. Hey, de zwemles gaat zo beginnen. Zijn jullie klaar voor? Bent u hier ook al, oma Jaap? Ik ben een man van vele kwaliteiten, jongen. Ik kan alles. Behalve uw zoon leren zwemmen. Wat zei je, Rickert? Oh, nee, sorry. Mogen de ouders mee, Jaap? Nee, alsjeblieft niet. Nee, niet doen, pap. Ja, leuk. Maar het moet niet. Tuurlijk mogen jullie mee. Kom, we gaan we. Oké, jongens, ik neem je oudjes even mee naar de bankjes. Gaan jullie alvast dan omkleden, dan zie ik jullie zo. Oh, wacht, nog één vraagje, meneer. Ja, wat is er dan, Emiel? Is het nou met een zwembroek aan, of niet? Nou, jongen, als jij in je pielemuis rondlopen daar, dan heb je denk ik wel een probleempje. Wat? Er zwemmen daar namelijk ook meisjes. En ik denk niet dat die daarop zitten te wachten, als je begrijpt wat ik bedoel. Emiel, gewoon een zwembroek aan. Oké. Wij zitten daar ook niet op te wachten. Oké, ik wist het gewoon niet zo goed. Hey, Mil. Ja, Duco. Ben je op je hoofd gevallen of zo? Nee. Houd toch gewoon je zwembroek aan. Oké, sorry. Oké, ik ga ervan doen, jongens. Tot zo, hè. Laten wij maar gaan omkleden. Ja, dat lijkt me ook handig. Emiel, wil je naar het zwembad in? Dat kunnen we wel even regelen. Die zijn van mij. Boys! Ja? Wat is er? Ja? Wie als laatste het zwembad is, moet als eerst water in. Ja, ik hoef sowieso niet als eerst in. Let's go! Hey, wacht op mij. Hey, ik heb mijn zwembroek geleverd. En mijn onderbroek. Wacht. Is het eerlijk, man? Ik heb spullen. Jongens, rustig aan. Anders voel je het. Dat moet pijn hebben gedaan. Ja, regel 1 in een zwembad is namelijk niet rennen in een zwembad, jongens. Anders gebeurde er dit soort tafereelen. Oh, damn, dat deed echt pijn. Oh, voor mijn kont. Oh, dat deed echt zeer. Dat wordt sowieso een blauwe plek. Waarom moet je geen potjes houden? Die moet duidelijker hangen, weet je. Duco, waarom heb je eigenlijk die kleding bij? Ja, je hebt al een zwembroek aan. Jongens, ik moet even wat vragen. Hey, nieuw jongen, wat is er nou? Bier! Wat had ik nou gezegd? Heeft iemand mijn onderbroek en zwembroek gezien? Wow, Emiel! Is dat nou Emiel? Mevrouw, wat is dat? Niks hoor! Bedoel deze Emiel? Hier, trek snel aan! Dankjewel Duco, wat fijn dat je ze gevonden hebt! En dit is dan mijn broer! Ga je maar even snel omkleden, Emiel! En hou je spullen even voor je alsjeblieft! Is goed! Doei! In plaats van Emiel Rottebuur is het Emiel Reuze. Je komt 10 keer door het gat vandaag. Nee, nee, niet dat gat! Oké, jongens, we gaan de les eindelijk beginnen. Dus jullie mogen het water in. Hoe moet dat dan? Gewoon erin springen. Hoe anders? Kan je daar wel staan? Ja, jullie kunnen daar gewoon staan. Het is maar 1,20 meter. Er zitten geen haaien in, toch? Nee, er zitten geen haaien in. Nou, hup. Oké, dan. Oké, jongens, maar wie gaat er dan als eerste? Ja! Oh,
Bam! Erin, Rickert! Wild, ik zit erin! Oh nee, laat maar. Je kan hier inderdaad gewoon staan. Ja, dat zei ik toch? Je kan gewoon staan. Bommetje! Nou, dan kunnen we eindelijk de les beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Ja! Mooi, laten we dan beginnen. Jongens, neem maar gewoon even pauze, want dit slaat helemaal nergens op. Ik ga even koffie halen. Man. Weet je wat? Dit sessie is echt zwaar. Ja, zeg dat tegen je pa. Dat hij rustig raam moet doen, man. Ja, ik ben ook heel moe. Net zo moe als jij de oma. Goeie tijd. Ik kan niet meer. Kunnen we niet van iemand anders les krijgen of zo? Ja, doe dat. Misschien lekker chicken zo. Hey boys, boy, get up. Zo, die is sexy. Mojo Poes, schot hierin! Normaal doen jongens! Hallo jongens, lukt het een beetje met zwemmen? Jazeker mevrouw! Het gaat heel goed! Ja, het gaat goed, maar ik ben helemaal kapot! Je bril zit een beetje scheef jongen, zal ik je even helpen? Ja, het is goed hoor mevrouw! Zo, zit hij weer goed jongen? Dankjewel mevrouw! Goed om te horen! Mevrouw, mijn bril staat ook scheef! Zonnebrillen horen niet in het zwembad, dus zet maar af. Sorry mevrouw, maar waarom geeft u ons geen les? Dan zullen we het veel sneller leren. Hé jongens! Zo, veel sneller! Hopen sneller! Zo snel als geluidsbarrière! Ja, heel veel sneller! Ik geef alleen maar les aan meisjes en kinderen met een beperking. Poeh, je hebt geluk in me. Maar ik heb nog een beperking. Hé Vera, dankjewel dat je die knaap even in de gaten gehouden hebt. Maar ik ben er weer, dus je kunt gaan hè. Nou, doei jongens. Misschien zie ik u zo meteen nog wel. Oh man! Voel, ik ben verliefd boys! Dit wordt mijn nieuwe vriendin! En je droomde ja! Nou heb, het zwembad weer in, gaan we verder! Oh, vooruit dan! Okay. Ja, ik snap wat ze daarin zien. Het is wel een leuk wijfie. Oké, jongens, daar gaan we weer! Potlood, vliegtuig, kikker! Het water is echt koud! Ja, hoe pikant man! Kan niet een beetje warmer ofzo? Door het klimaat en de hoge energiekosten kunnen wij het bad helaas niet verwarmen. Ik vries bijna dood joh! Ik vind het wel lekker hoor! Weet je wat? Degene die het leukste idee heeft om het een beetje warm te krijgen in het bad, krijgt van mij na de les een ijsje. Ik heb nog wel een goed idee. Laten we alles gaan opdrukken om warm te worden. Dat is saai! Ja? Wat saai! Kunnen we indruk maken op de badje? Dat is echt een goed idee! Wow, sowieso! Beste idee ever! Maar ik kan helemaal niet opdrukken! Goed idee jongens! Nou, ga jullie gaan! Let's go! Change the game, we out here taking names. Let our voices rise, let them reach the sky. We about to change the game, we out here taking names. Ik ga terug het water doen jongens! Ik ben er helemaal klaar mee! Ik heb er nog wel een ander idee! Wow! Nou, zo is toch goed jongens. Ik ga jullie ook maar het water in en kijken of dat een beetje geholpen heeft. Oké, is goed? Ja! Zo, dat heeft echt geholpen. Het water is echt veel warmer. Ja, echt beter. Ja, lekker weetje. Iemand nog een idee? Ik was er al bezig met eentje, meneer. Wat dan? Kom eens dichterbij, meester. Ja, wat dan? Gepver, Emiel. Wat is er dan? Emiel heeft net in het water zitten pissen. Emiel, hier kom jij! Wat is dat toch warmer? Dat is echt zo goor! Waarom zit Duco Emiel achterna? Ik heb er geen idee. Oké, mannen, nu gaan we de echte uitdaging aan. Het gat des doods. Wat? Bro,
Deze gaatje is waaid moeilijk, man. Het is mij nog nooit gelukt om door deze gaatje heen te gaan. Dat zei ik ook altijd tegen je moeder. Hoe bedoel je? Oh, niks hoor. Maar de jongens, zo heftig is het niet hoor. Alleen je moet wel door dit gat heen om je diploma te halen. Damn, dat is wel diep. Ja, ik weet niet of ik dat kan hoor. Wel, nee joh. Jongens, hup, voor mijn rijtje. Teun, jij mag als eerste erin. Oké, daar ga ik. Dat is eigenlijk best wel makkelijk. Goed zo, Teuntje. Kom op, volgende. Ricket, jij mag erin. Yes, sir. Wow. Hoor dit. Goed gelukt, ouwe. Hey, Emiel, jij bent... Ik durf niet, hoor. Kom op, Emiel. Je hebt ook de bal om in het zwembad te pissen, dus dan moet je dit ook kunnen. Kom op, Emiel. Je kan het, jongen. Oeh. Ik kan dit. Ik ben een watergod. Ik kan zelf door het gat heen. Kan het, Emiel? Goed, Emiel. Doe, dat gaat niet. Oh mijn hemel, we hebben er weer zo eentje hoor. Vera! Wat is er aan de hand? Die jongen die komt niet door de gat heen. Wil jij hem even redden alsjeblieft? Oh ja, natuurlijk. Ik help hem gelijk. Emiel, wakker worden. Wat een grapje zo. Die jongen kan ook echt helemaal niks. Ademt hij nog? Hij ademt niet. Dan moet je hem even een mond-op-mond beademing geven. Wat? Wat? Is goed, doe ik. Ik ben leven gered. Ik ben er weer. Graag gedaan. Ik zou het voor iedereen doen. Wat een geluksvogel. Waarom hij nou weer? Daar ga ik. Ik heb nog helemaal niet gezegd dat je dat een gat mag. Ik ga gewoon doen alsof het me niet lukt. Dan zult u mij ook wopieslim. Wow, jongen. Zal hem uit water. Damn, ze is best wel sterk zeg voor een vrouw. Ze duwt me gewoon op. Oké, ik lig nu. Daar gaan we. Eindelijk. Mijn eerste zoen. Oh, daar komt ze. Daar komt ze. Wojo, ze is wel een beetje ruig. Maar hé, hey, hou ik me van. Oké, zo is wel goed hoor. Ik ga hoesten. Dankjewel, Vera. Had je echt niet hoeven doen. Ik was het, jongen. Ah, ik dacht dat een badje me zoende. Jammer, Duco.